vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag op het menu een gerechtje met vlees. Een broodje met préparé, maar dan een klein beetje anders. Want ik ga een préparé-schotel maken met broodfrietjes, salsa verde. Zeer, zeer, zeer lekker. Wat heb ik allemaal voor nodig? Brood natuurlijk, cocktailsaus heb ik, heel veel kruiden voor mijn salsa verde, ajuin, uiteraard ons vlees, kappertjes, anchovies. Het wordt een zotte boel, maar het wordt vooral heel lekker. Ik ga vooral beginnen met mijn vlees. Dat is gewoon Amerikaan, gemalen rundvlees eigenlijk. Super simpel, kunt je zo uiteraard vinden bij de slager, vraag dat. Gaan we dat allemaal doen? Ja, hè. Ja, pak ons eens mee naar de wonderwereld van de vleesjes, Jelle. De wonderwereld. Je hebt préparé, je hebt Amerikaan, je hebt filet Amerikaan. Wat zijn zo de verschillen? Préparé is volgens mij de bewerkte versie van Amerikaan. Amerikaan is gewoon rundvlees die gemalen is, waar er nog zout en peper bij moet. En dat op ons broodje doet. De steak tartare is alweer helemaal anders. Hè. Dat is fijn gemalen. Dit is echt fijn gehakt, omdat dat mooi tussen een broodje moet kunnen. Okay. Maar zo is dat ook, fantastisch lekker, hè, trouwens. Mm-hmm. Maar we gaan voor préparé moet dat zo wel extra bij. En normaal doe je dat dus in een broodje. Ik bestel dat eigenlijk super vaak, een beetje te vaak eigenlijk. Want is dat dan een Martino? De Martino is dan weer pikant. Okay. Dat is dan een pikante préparé eigenlijk, waar dan de klassieke Martino-saus bij moet. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk een zeer simpele. Ik ga daarvoor cocktailsaus gebruiken. Voilà, dat is iets wat ik altijd in mijn koelkast heb staan. Dat is heel gemakkelijk. Je kunt natuurlijk saus mengen, maar als dat er al is, waarom niet? En er zit ook wat cognac bij, dus dat vind ik nog lekkerder eigenlijk. Ja. Dus dat doen we gewoon hierbij. Dat is... Voilà. We gaan daarmee beginnen. Ik ga vragen naar de verhoudingen, Jelle. De verhoudingen? Ik weet niets van de verhouding. Ik meng gewoon een beetje. Voilà. Dus, je weet dat dat op smaak is bij mij. Hè? Mm-hmm. Dus in de klassieke préparé zitten er natuurlijk ook nog andere ingrediënten. Is het ook wat spicy, is het ook wat zoutig door de Engelse saus. Ik ging zeggen, maar ik ga er niet aan beginnen. Maar straks gaat dat allemaal op het bord komen. Dus het is een beetje, ik weet niet of we het zo kunnen noemen, een loaded préparé-schotel. Is dat een woord? Is dat iets wat dat bestaat? Ja. Ja, nu wel, hè? Vanaf nu wel. Voilà. Maar dat is lekker, hè? Kijk, dat is iets wat ik altijd staan heb. Want waarom? Of ik heb dat misschien al gezegd. Maar ik ben zot van buggels doppen in cocktailsaus. Als aperitiefhapje. Dus ik heb dit altijd staan als... ik heb dat nodig. En dat is kwalitatief lekker. Dat heeft alles wat het moet hebben. Kijk, dat moet hebben zo'n goede smeuïge. Voilà, ik ga dat... Ja, je moet dat proeven, hè. Ja, en ik hoor de smeuïgheid zelfs. Oh. Nou, een klein beetje peper. Dat is zo goed, hè. Dat is dus gewoon gemalen rundvlees met cocktailsaus. Mijn kindjes zijn er zot van, hè. Mm-hmm. Maar ook wel met cognac. Maar dat is ook ah, maar ja, daar zijn mijn kindjes blijkbaar ook al zot van. Het begint vroeg, hè. Dat hebben ze van de mama. Dus, ik ga dat al fris zetten. Culinaire opvoeding. Wat, hè? Een culinaire opvoeding. We proberen dat. Dus dat is, voilà, het is klaar. Bedankt om te kijken. Ik ga er nog een salsa verde mee maken. Zo, wat heb ik daarvoor nodig? Anchoviscus. Peterselie. Bieslook. Ja, hè, bieslook. Beetje afsnijden. Dus een salsa verde vertaalt een groene saus. Voilà. Ja. Ik moet er niets meer zeggen eigenlijk. Je zegt het allemaal zelf. Dat is iets wat lekker is overal. Hè. Op een steak, op een barbecue, bij afwerking van een pasta. En zeker de combinatie met rundvlees en anchovies is... Dat is top, hè. Mm-hmm. Dat is echt top. En die anchovies, dus die salsa verde, gaat eigenlijk een klein beetje onze Engelse saus vervangen eigenlijk. Mm-hmm. Die combinatie... Anchovies en rundvlees. Ik heb veel mensen die zeggen, ah nee, anchovies, ik moet dat niet hebben, ik vind dat niet lekker. Maar probeer het een keer op deze manier. Dat is fijn gemalen, dat is echt helemaal anders. En je gaat zien dat die combinatie echt top is. Zo, ik ga een beetje peterselie. Voilà.
Ik zou zeggen, je kunt dit ook gewoon maken. Maak dat in een grote hoeveelheid, gelijk dat ik nu net gedaan heb. Praat gelijk met kinderen. Gelijk hoe dat je net gedaan hebt. En dan heb je de volgende dag ook nog een keer prepareer mee naar het werken. Ja, voilà, want hoe lang zou je dit sausje kunnen bewaren? De salsa verde of de preparé? De salsa verde. Oh, dat kun je lang bewaren. Hè. De truc is altijd om in een potje te doen en daarboven nog wat olie. Zodat die olie van boven ligt en dan bewaart dat een stuk langer. Okay. Ja, dan kun je toch wel... Ik ga zeggen een week of twee. Okay. Probeer het, laat het mij weten of het gelukt is of niet. Maar normaal zien een week of twee, dat is echt geen probleem. Een beetje olie. Dat is gewoon olijfolie, ja? Gewoon olijfolie. Zo, tintje look. Dus ik ga dat gewoon straks allemaal op een bord leggen. En in plaats dat dat met gewone frietjes maakt, maken we daar zo wat broodfrietjes van. Dus het is echt een broodje preparé, maar dan op mijn manier. Mm-hmm. Voilà. Je weet dat ik soms wat rare dingen doe. Hè? Ja, ik vraag me dan af, hoe verzint je dat? Hoe kom je daarop, zo'n broodfrietje bijvoorbeeld? Uiteindelijk een keitoffe vorm, maar je moet het maar bedenken. Ja, geen idee. Ik lig 's nachts heel veel wakker. Dat creatief brein pruttelt. Dan word ik wakker en dan denk ik, ik wil frietjes van brood maken. Okay. Ja, kijk, ja. Dat is niet bevorderlijk voor de slaap, maar wel heel goed voor je eten. Nee, ja, dat is helemaal... Mijn filosofie is altijd een beetje, je kunt alles met alles maken. Dus met brood kun je 1000 bereidingen maken, je kunt met groenten alle bereidingen maken, met kruiden. En als je daarvan begint en je durft te experimenteren... Het zijn ook maar broodfrietjes. Hè. Ik ga er ook de Nobelprijs niet meer winnen. Ik ben blij dat je enthousiast bent. Toch? Maar ik denk het niet. Het zal niet voor dit jaar zijn. Ik ga iets steviger moeten uitvinden. dan heb ik hier nog onze anchoviesjes. Dat zijn er met kappertjes in. Dat kan, of lekker. Die komen gewoon uit blik? Ja. Ja. Gewoon in zo'n bokaalje. Maar zorg dat je de zouten pakt. Je hebt er ook die zoetzuur zijn opgelegd. Dat is meer rolmopsachtig. Mm-hmm. Dat is minder lekker. Je moet echt dat zoutige hebben, of die umami-smaak moet echt hebben, om dat gerecht tot een hoger niveau te tillen, eigenlijk. Jij houdt zo wat de tijd bij voor mij, hè? Want ik heb hier maar 20 minuten blijven. Wel, we voorzien zo 20 minuten kookpret voor jou. Ja. En je zit bijna half weg. Dus zit ik nu al half weg? Ja? Oké. Okay. Heb je nog veel werk misschien? Dat valt op zich wel nog mee. Maar toch zit ik dan zo een klein beetje in paniek, eigenlijk. Dat is zo om 3:30 beginnen je eten klaarmaken. En besef, binnen een kwartier moet ik naar school vertrekken om mijn kinderen te gaan halen. En ik wil dat mijn eten af is, als die gasten thuiskomen, dat ik dan niet te veel meer moet doen. Ik probeer dat. Ja. Dat lukt niet altijd natuurlijk, maar... Want dit zou je ook wel, hè, in plaats van de broodfrietjes, gepakt een sandwich en het op die manier in de brooddoos van je kinderen kunnen steken. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Ik denk niet dat zij zo fan gaan zijn van die salsa verde. Maar dat kan, hè. Dat kan, tuurlijk. Wegens de groen? De groen wegens de groen, ja. Okay. Alles wat groen is, moeten ze niet hebben. Behalve als het in snoepvorm is. Dan wel. Klein beetje rode wijn azijn. Dat gaat zo nog die extra pit geven. Dus het is een salsa verde. Je kunt het ook bijna een chimichurri noemen. What's in a name. Maar wat je vooral moet weten, is dat dat gewoon super lekker is. Dragon. Sorry, ik kan heel enthousiast worden van kleine dingetjes. Hè. Ik ga er nog een beetje dragon bij doen. Dat past goed bij vlees. En hoort ook in een salsa verde? Of bestaat daar een speciale formule van? Laat dat misschien dan de uitvinding zijn, buiten de broodfrietjes die mij wel de Nobelprijs gaan opleveren. Moet ze eigenlijk nog uitvinden, zo de culinaire Nobelprijs, toch? Dat zou... Ik denk niet dat ik hem ga winnen. Maar er zijn veel mensen die zottere dingen doen. Je hebt mijn stem alvast. Is het echt? Ja. Dat is al één iemand. En mijn ouders erbij, dat is al 3. Mijn kinderen... Ja. Als ik ze genoeg groene snoepen geef, gaan ze ook voor mij stemmen. Kijk, die salsa verde die is klaar. Dat zet ik even een beetje opzij. Wat moet ik nu nog doen? Ik ga mijn brood bakken. Ik ga daarmee beginnen. Zo. Ja, dus we maken broodfrietjes. Ja. En dat gaat als volgt. Dat gaat als volgt. Men neemt een pan. Mm-hmm. Men zet dat op het vuur met een klein beetje neutrale olie. En achteraf ook een klein beetje boter. Tuurlijk. En we nemen dus brood. En het is superbelangrijk dat dat van dat goed stevig brood is. Dat is eigenlijk zo Amerikaans
broodachtig. Zo toastbrood. Ja, zo toastbrood eigenlijk. Ja, en dat is goed stevig. En dat heb je nodig voor goede broodfrietjes te... zeg ik allemaal. Om broodfrietjes te maken. Niet, dus echt brood, ja, dat is eigenlijk uit een zak. Maar ik vind dat is mijn vuilgoesje eigenlijk. Ik eet dat graag. En zonder korstjes. Ook zonder belangrijk? Zonder korstjes. En wat voor de kindjes, dat, ja. Ik vind dit beter zonder korstjes, omdat anders je de buitenkant zo wat verbrand hebt. Mm-hmm. En terwijl aan mijn vuur... Mag ik iets doen? Ja. Wij volgen. Zo. Is dit dan een ingeving van het moment, Jelle? Nee, het is geen ingeving. Okay. Maar ik ben vergeten eten voor de opname. En ik kan dat niet eten, dus ik dacht, ik eet een boterhamje met prepare. Even quality check. Wat zegt dat? Oh, dat is fantastisch lekker. Dus het is gewoon cocktails gewacht. Mm. Mm. We gaan verder in stilte. Wow. Het is dus gewoon cocktailsaus met gehakte steak. Hè. Dat is fantastisch lekker. Ik ga deze, dat is voor mij straks. Dat brood mag er al in. We gaan op het gemakje. Zo. Hoeveel frieten moet je hebben? Een klein pakje of een groot pakje? Doe maar een grote. Een grote? Allee. We hebben nog extra cocktailsaus. Ah, ja, dat doe ik on the side. Bij mij is dat je favoriete saus bij frieten? Of? Even denken. Eigenlijk moet jij mij vragen stellen. Maar wat is jouw favoriete saus, Jelle, bij de frietjes? Ik pak altijd een mengeling. Ik heb zo 6 sausen staan of zo. En dan... Alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Dat is omdat ik te veel twijfel en dan pak ik alles saus. Zeg, om nog een relevante culinaire vraag te stellen. Dat brood, mag dat ook oud brood zijn, bijvoorbeeld? Ah, ja, tuurlijk. Neem gerust oud brood. Mm-hmm. Tuurlijk. Ja, zeker. Want dan is dat al iets harder ook. Dan is dat gemakkelijker om te snijden. En dat is perfect. We doen niet aan restjes. Hè. Is dat vuur hier goed, ja? Is dat aan het bakken? Op het gemakje. Nee, zeker niets weggooien. Hè. Kunnen perfect. Ook qua kruiden. Hè. Heb je basilicum liggen, doe dat erbij. Heb je munt, ook heel lekker. Kan ook perfect zijn. Doe dat er ook bij. Dat is ideaal. Hè. Dan ga ik nog wat groentjes snijden. Dus een rode ui. Ik vind zo op een broodje met préparé. Daar moet toch wat van die ajuintjes op lijnen. En dan ben ik de zot die in de winkel een euro meer betaalt voor een potje préparé. Omdat er gewoon gesneden ajuin op ligt. Dat is belachelijk eigenlijk. Hè. Dat is gelijk bij als je frieten bestelt en je pakt er pakjes speciaal. Volgens mij betaalde een halve euro meer voor die gesnipperde ui die daarop ligt. Het is belangrijk. Nu laat je zien dat we het gewoon ook zelf kunnen maken. Maar als dat niet het doel is van dit programma. Maar goed, dat je zelf een ajuin kunt snijden, dat weten de namkijkers waarschijnlijk wel. Normaal gezien wel. Hè. En die houdt je rauw, hè? Ja. Ik vind rauwe ui heel lekker, eigenlijk. En waarom een rode ui? Zou het ook met een shallotje kunnen of een gewone witte? Ik ging zeggen dat die minder straf zijn. Ik heb dat dus altijd. Ik kan daar niet tegen. Ah. Nee, omdat die iets zoeter is. Mm-hmm. Voilà. Ik moet daar eigenlijk niet veel meer over zeggen. Dat is een stuk zoeter. En, maar een gewone ajuin kan op zich eigenlijk ook wel. Zo. Ik gebruik eigenlijk gewoon wat er in de jamkeuken aanwezig is. Hè. Voilà, dat lag hier nog van de vorige chef. Dus ik ga dat gebruiken. Gelukkig nog vers. Ja, voilà. Het vlees lag hier ook van de vorige chef. Dit is niet waar. Oh, kijk, ik kan daar echt... Ik ben heel gevoelig aan ajuin. Heel gevoelige mensen in het algemeen, zeg maar. Zeg, gaat dat hier... Maar ik ben hier op het juiste vuur aan het zetten. Ah, dat zal het zijn. En je zegt dat niet. Een gewone bewijs dat dit reality dit is allemaal live opgenomen, is, hè? Dat we niet foefelen, niet monteren. Ik zit hier schoon met mijn boterhamje, met préparé, met vuur staan, ja. Ongelooflijk. Maar je zei dus neutrale olie en dan ook boter. Die moet je boter op het einde. Oké. Okay. Heeft dat een reden? Omdat die dan niet verbrandt. Voilà, daarom doe ik die helemaal op het einde. Ja. Dus eerst mooi krokant bakken in gewoon neutrale olie. En dan afwerken met een beetje boter. Dat is nog extra voor de smaak. Ik zie nu de olie pruttelen. Nu is hij bezig, hè? Maar ja. Nu hoor ik hem. Nu hoor ik hem sizzelen. En dat gaat snel? Moet je erbij blijven? Of, jij bent mijn sous-chef. Ja. Jij controleert... Oeh, ja, maar dat gaat heel snel. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ah. Ja, maar dat gaat heel snel. En toen was er kleur. En toen was er kleur, ja, kijk. Voilà, zo snel kan het dus gaan. Oh, amai. Dat gaat goed, hè? Dat is een goed vuur. Amai. Kan het ook in een broodrooster, bijvoorbeeld?
Of heb je toch graag die een olijfolie? Ik heb wel graag die een extra die smaak een erin, eigenlijk. Ja, ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel een beetje lekkerder. Alleen een beetje. Een beetje veel lekkerder, eigenlijk. Maar het kan, hè. Het kan. Of gewoon in de... Stel nu dat je dit wil maken voor heel veel mensen, of een groot gezin, dan kunt u dat ook even insmeren en in de oven of zo. Mm-hmm. Kan perfect, hè. Oké. Okay. Die in de gaten houden. Met een boter staat hier. Voilà. Heb jij iets van tijdsindicatie? Laat ons zeggen dat je nog een vijftal minuten kan koken. Oh, heerlijk. En als dat minder en als dat, ja, lang is of langer, ja, dan is dat zo, hè. Dan is dat zo, hè. Ja, voilà. Wij blijven kijken. Voilà. Het is goed dat ik wat tijd uitgespaard heb met die cocktailsaus. Het is dat. Oké, okay, een beetje ajuin. Een beetje ajuin heb ik al en een beetje van die chili. En dus in een klassieke préparé zit ook meestal iets pikant. Mm-hmm. Dus dat is vaak een mosterd of cayennepeper of paprikapoeder. Maar nu gaan we dat vervangen door die chili. Extra chili van bovenop leggen straks. Misschien nog een beetje. Ja. Als we het voor uw kindjes zouden maken, met of zonder peper? Zonder. Ja, ja. Zeg maar zeker. Dat is, alhoewel, ik probeer ze wel zo de thuise keuken te laten eten, zo de pikantheid, maar nee, ja. Dat vinden ze vaak zo al iets te... Okay. Zo, te veel zwarte peper vinden ze vaak al... Oh, wow. Ja. Vinden ze vaak al moeilijk. Opbouwen, hè? Ja, 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 op het gemakst, op het gemakst. Ik lustte ook niet direct alles als kind, hoor. Ik ben niet zo opgegroeid dat ik direct alles lustte of dat ik alles moest eten van mijn moeder. Mijn moeder was wel zo iemand die... dan toch nog een bordje apart maakte. Vooral voor mijn middelste broer Bert. Sorry, Bert. Dat was spaghetti saus zonder groentjes of zodanig fijn gesneden. Echt zo dat type. Maar ik probeer dat wel echt te doen om mijn kinderen alles te laten proeven. En die radijsjes, is dat ook omdat je je verplicht voelt als vader om je kinderen toch ook wat groenten te... Nee, daar zit allemaal een plan achter. Zijnde dat die in een klassieke préparé zit vaak ook een beetje mosterd. Mm-hmm. Maar dat zit er nu niet in. Dus wat denk ik? Ah, daar moet iets zo spicy, mosterdachtig in zitten. Dus rucola en radijs geven ook zo'n zekere pit. En dat zorgt ervoor dat je ook dat terugvindt in die préparé. Oké. Okay. En ondertussen is er boter in de pan gegaan. Ja, ja. Dus een beetje boter. Mm-hmm. Dan nog even bakken. Dus eigenlijk is de bedoeling dat we dat straks mooi op een bord serveren. En dat, eigenlijk, dat we dit nog in stukjes snijden. En dat we dan met de lepel dat gewoon allemaal zo er mooi op schept. Dat gaat ongelooflijk lekker zijn. De radijs heb ik al. Ik heb hier nog wat rucola. Een beetje hova citroen op. Hoe zit het met mijn slordigheid? Valt het mee? De bijnaam de Messi chef was toch de jouwe, hè? Dat is correct. Je maakt hem een beetje waar. Echt? Het valt mee. Het valt mee. Oh, ik dacht echt dat ik goed bezig was, eigenlijk. Maar goed. Nee? Het is oké. Het is oké. Okay. Okay. Oh, kappertjes. Dan gaan we... Oh, ik ga dat hier nog bij doen. Bij die salsa verde. Zo. Dus dat is weer dat zoutige. Voilà. En rucola, heeft dat een reden? Of kan dat ook gewoon ijsbergsla zijn? Oh, nee, geen ijsbergsla. Nee. Waarom niet? Oh, nee. Ijsbergsla, fijn gesneden, is voor tussen een hamburger. Maar niet, nee. Pak dan Romeinse sla of zo. Oké. Okay. Ja, maar geen, nee. En die rucola heeft wel zo wat pit, hè. Mm-hmm. Dus dat maakt het extra lekker bij ons vlees, hè. Zo, oké. Okay. Maar dan kan ik eigenlijk zo goed als gaan dresseren, als het hier proper genoeg ligt. Is het oké? Okay? Is oké, okay, maak je dat zo. Dat brood is zo goed als klaar. Zo, nog heel even. Dan ga ik mijn préparé uithalen. Oh. Want hoe zorg je er nu voor dat hij niet zou verkleuren? Gewoon koel houden. Gewoon koel houden is belangrijk. En gewoon zo vers mogelijk. Nee. Allee, het is maar zo simpel. Je moet cocktailsaus mengen met gemalen rundvlees. Ja, bedoel... ja. We waren getuigen van het feit dat dat super snel is. Ja, dat is super simpel. Dus maak dat gewoon à la minuut. Nog een beetje boter, hè. Ik vind dat vettige wel... Ja, als dat is of frieten, is het wel goed dat goed gebakken is. Een beetje boter, hè. Dus ik heb mijn vlees, ik heb nog wat extra groentjes, ik heb mijn salsa verde, ik heb mijn brood. Vergeet ik iets? Nee, hè? Denk ik niet, hè?
En toen werd het stil in de studio. Nee, ja, dus ik ben aan het denken en mee het keukentablet aan het overschouwen, maar het is oké. En je gaat, ik wou zeggen, binnen de 20 minuten eindigen, maar... ja, laat. Toch? Oh, nee, dat meende niet. Nog 5 seconden. Gaat dat lukken? Ja, dat lukt. Dat wordt misschien toch een beetje moeilijk. Kijk, we gaan dat zo. En dit is voor 1 persoon, Jelle? Dit is voor 1 persoon als je Jelle Beekman noemt. Maar ja, kom aan, dat is Queen hoe lekker. Je moet dat gewoon eens zeggen. Tuurlijk, dat is voor 1 persoon. Dan nog een beetje van die ajuin op. Onze radijsjes. Hou er mooi op lijn. Het zal ook niet veel schelen zijn met 20 minuten. Zo, onze chili. Maar je weet, maar je ziet ook dat massaal lekker gaat zijn. Dat is ook zo. Ja, hè? Ja, ik vertel wat dat een jamkijker denkt. Maar echt? Dus hoe ziet dat eruit? Je hebt dat vlees, je hebt dat hier. Dat is echt een smaakbom. We lijnen dat er zo wat tussen. Maar kijk, allee. Ik vind dat de max, hè. Zo'n bord. Dus gewoon een beetje citroensap en olijfolie. Dat leggen we hier. En als dat nog niet genoeg is, dan hebben we ook ons brood nog. Zo. Hoort dat krokant zijn, zeg. Zal, hè. Dan leggen we... daar doen we nog een beetje zout op. Zoals dat hoort bij frieten. Ah ja, het zijn frieten, hè. Kijk, en dan leggen we dat zo. De max. Voilà. Voilà. Klaar. Heel lekkere preparé-schotel, slaatje erbij, salsa verde, broodfrietjes. Dat is echt volledig mijn meug eigenlijk. Het recept vind je op unjan.tv. Smakelijk. Zalig. Morgen kookt Mounir Toep snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een gerecht uit de wereldkeuken op ons weekmenu. Tot dan. Tot Njam.